Net uitgevaren. Shit, hoeveel vissen heb je verspeeld? Meer dan 3 vangen. Hey, zeker. Pietje keiharde fluiten. Jongens, we hebben nieuwe handtas. Ga ik eens even kilootjes wegbrengen. Dan weet je hoe laat het is. Ja, dit is geniet. Wat een vis, zeg. Kijk, die staat aan, ja. Kijk naast je. Links. Kijk. Ja, daar gaat dat beest. Dat is die Marten. Ik heb een red gevangen. Aapshot. Is bijna op de vest. Oh mijn god. Zo. Zo. Lekker jongen. Kom eens laten. Oh joh. Zo. Dit is echt een... Zo, kijk die rug! Zo! Kom, dit is gewoon 28 kilo of zo. Regarde! Hey! Om 5:30 ingegooid, het is nu 10:00. 10:30. 10:30 en mijn hengel is gewoon weg en mijn pieper. Zo. Fans, joh. Ik ben even gewoon gestolen. 15:08, mega breed is. Zeg dat. En hij mag gaan zwemmen. Nou, 4:30, de duik is genomen. 40, hè? 2 soortjes. Allemaal, dus gaan we. Oh, dat klinkt lekker. Zoals je ziet gaat het zonnetje onder. Het putje zit vol met wier en we mogen geen boot gebruiken. Dus dat wordt nog een flinke uitdaging. Ja. En ze kunnen gewoon even gaan, 30 kilootjes. Heerlijk, we zijn aan het knallen. Kijk hem eens even gaan. Laatste kwartiertje. Ja. Chitte Fenderski. Midden op het water, met een emmer gevuld met lucht en pellets. Hij gaat even voorvoeren voor morgen. En wat is dan het plan? Snel ben ik weg hier en naar het volle water. Dat is wel even gekut, over zijn bosbrand hier in de buurt. Kijken of we er überhaupt wel kunnen komen. Dat ook nog wat, maar dat zie je vanzelf wel. Water vol met wier, je mag geen boot gebruiken. Uitgevaren met voerboot. Nou weer een dikke eraan. Daarom is op de bonen van de boot is die het water op om hem los te krijgen van het wier. En het lijkt een 30 te zijn. Dat is echt fucking ziek. Mega een zieke content, jongen. Yes, jongens, daar zijn we weer. Het is een Frankrijk video. 2022. 3:00 s'nachts, zwarte zaterdag. Dus we zijn vroeg uit de veren. We hebben er mega zin in. Daniel pikken op, net bij Frankrijk, Parijs. En ja, we gaan knallen. Diep naar het zuiden. En we gaan een dikke video voor maken. Ja. Wie hebben we daar? Niet normaal, hé. Julian Simmons en Daniel Tiedink. Hey! Gozer, hoe is het? Papito's. Gozer, hoe is het dan? Lekker man. Vertel eens even, wat is er gebeurd vannacht? Ja, garpes, gezeik, altijd hetzelfde liedje in Frankrijk. Maar goed, we hebben dus een uurtje kunnen vissen, 1 visje verspeeld. Toen zijn we gelijk weggestuurd door de garpes. Ze wilden alle spullen innemen. Gelukkig niet gebeurd. Nice. We hebben hier een metaalwater gezeten, hè? Ja, en de grootste vis was? 17 kilo, 4 nippels, val mee. Ja, dat is mooi. Kan beter. Maar goed, daar komt een aparte video over. Ja. Wij gaan Daan en nu kidnappen. Ja. Je gaat met ons mee in de bus. Lekker. En jij gaat ook nog verder. Ik ga ook nog 3 weken in zijn eentje alleen maar broodje met jam eten. We staan toch op een tijd in de file, jongens. Dat is niet normaal. Ja. Mensen die rijden maar niet door. Lekker een wedstrijdje kijken, Ajax. We staan tenslotte weer in de file. En weet je waar? Ja, bij de tolpoort. Hij stampt niet. Ja, ieder van de keel is stand nu hoe het werkt. We staan hier in zeker wel 10 minuten. Ja. Zo, lekker 37,5 graden. Het is... Woe! Het is inmiddels 8 uur. We hebben 14,5 uur buiten gezeten. Ben je moe? Ik ben kapot. Mooi. Ik ook. En het is babben. Het is echt 38 graden, 8 uur 's avonds. Maar we zijn nu een rondje aan het maken om het water waar we eigenlijk willen gaan vissen. Dat zie je nu als tussenshot. Ja, en het is echt prachtig water. Heel mooi. Heel helder. Zaterdag wel veel vissers. Ja, heel veel vissers. We hebben heel veel Fransen gesproken wat wel en niet mag. En hoe het een beetje uitziet onder water of ze veel hebben gevangen. Ze hebben een heel mooie bestand van vissen op, al hebben we gehoord. Heel veel dikke. Alles boven de 10 kilo is wat. En er zit dus ook vis tot 26 kilo. Of nee, 32 voor mij.
En ook dus, veel vissen van boven 20 kilo, dus ja. Dat klinkt goed. Het schijnt dat er best wel dingen verboden zijn. Een boot, een elektromotor, nachtvissen, maar iedereen doet het gewoon. Ze zeggen de controle komt niet vaak. Dus nee, wij gaan doen alsof we de domme Nederland zijn dat we dat niet weten. En dan sturen ze ons maar weg. Iedereen dus, heeft een boot, dus. Ja, het is mega helder, ligt een steen daar zo. Ik denk dat je zo 3 meter diep kijkt. Kijk hier dan, joh. Bizar. Ziek, man. Ja, dat wordt een leuke uitdaging. We hebben gehoord dat er veel stenen onder water zitten en een paar bomen. Dus ja. Voorzicht erop en knallen. Yo, Daniel. Hey, Mr. Fenderski. What's going on? Nou, we zijn eindelijk aangekomen op een stekje voor vanavond. En het is even tijdelijk, één nachtje. Morgen gaan we naar een ander stek, die is nu bezet. Maar meneer gaat morgen 7 uur 's avonds weg, dus we moesten even een backup hebben. Maar goed, kijk eens om je heen. We hebben ruimte zat. Dat is heel ruim. Ja, we hebben ruimte zat hier zo. Kijk daar. Ik zal even zoomen. Daar vist een Frans. Die zit hier zo. En dan heb je, even kijken, hier heb je nog op de kop een paar tenten zitten. Ja, maar morgen en dan heb je daar, zitten daar. Ja, je hebt hier nog zo'n uitdoper. Daar zitten ze tegenaan. Ja, je ziet de vent daar op het water, daarom wij zitten morgen. Ja, je ziet daar allemaal overhangende takken en bomen. En hier willen we gaan zitten, daar kunnen we tegen een eiland afvissen en alles. Maar goed, voor vannacht is dit op zich een mooi stekkie. Je ziet het best wel ruim. We hebben geen obstakels om tegenaan te vissen, maar ja, waarom niet, hè? Waarom niet? Busje uithalen, het is al 8:15. We hebben nog niet gegeten. Ik ben moe alles. Ja, gaan even eten. Het is typisch, dus we gaan even eten en dan gaan we knallen. Het is weer tijd voor de stekken, jongen. Kast toe. Ik heb 3 loodjes. 3 loodjes. En jullie mogen gewoon eentje uitpakken uit de krabbeldoos. Kom maar in het krabbeldoosje van Jit. Doe maar hoor. Kom maar. Ja. Nee, je niet. Even kijken. 2. Is dit een 3? 2, hè? 2. Open jij die van jou maar. Gauw lekker. Niet midden. 3. Lekker! Woe! Hé, hey, maar dan mag je wel de boot oppompen. Ja, dat zeker. Wel zeker, zeker, lekker. Zeker. Welke kant wil je? Hè? Je mag koken. Ja, ja, mag best. Ik hoef niet eens te zien, ik geloof het allemaal. Best. Jongens, het is bijna donker. Ik heb even snel een affectatief voertje gemaakt. Ik heb de tijgers gekrust, ik heb tijgers erin gegooid. Ik heb boren ingegooid, hot tuna. En wat boren gekrust. Wat doe ik er nog meer? Tuna veven. Kijk een beetje doorheen spuiten. En we hebben hier de tuna pellets, die gooi je ook een beetje doorheen. We gaan het even snel mixen. En dan zie je een heel mooi voertje. Mega attractief zoals ik al zei. Dan ga ik gewoon de eerste nacht proberen een visje mee te vangen. En dan, ja, als het goed gaat, gaan we meer over op de bollen. En dan gaan we een grote boerstek aanmaken om de grote vis te lokken. Yes, met een lekker cheeseburgertje. Chefkoek Wietse van der Schede, die heeft ze even lekker klaargemaakt. Bootjes opgepompt. Het is niet normaal met 36 graden, maar bijna donker. Eigenlijk kan het nu niet kapot, hè? Het kan niet meer kapot. DW met een burger. Maar cheeseburger nog wel. We zijn op de heenweg ook al. Er zit alles er tegen vandaag. 4 op de tol gewacht en zo. Het zou nu een mooi moment zijn als de Garden Pest langs komt. Mm-hmm. We hebben het al vaker gehad op de eerste avond. Dus hey, jongen, een beetje vertrouwen. Ja, oké. Okay. Kom op. Maar het water is goed. We gaan van. Ja, het is intussen heel gauw donker geworden. En de heren zitten allemaal met het hoofdlampje op. Ja, de hengels te prepareren. Kijk eens wat we hier hebben. Het Riz Monkey voerbootje. Ik ben even lui. Voor vannacht gaan we het gewoon simpel aanpakken. 2 stekken, flinke berg. Zo. 2 stekken, flinke berg voer erop. Kerel. Dat was ik niet. En ja, ik ga vissen met de Krill Garlic. 20 mm. Met een lekker smikkelmixje van Chitter erop. Heerlijk, hè. Ik weet niet hoe laat het is. Een uur of 11. Half 11. We gaan lekker uitvaren in het donker. Dus, de hengeltjes zijn beaast. Zoals jullie zien ga ik mijn kansen spreiden. Ik ga eentje vissen met de beulies waar ik mee voer, met de Tiger Nut Crush. Die andere met een pineapple pop-upje, als ik het goed zeg. Aan een Ronnie rig. Dus ik probeer eigenlijk 2 verschillende manieren om te kijken wat misschien het beste werkt. Zo jongens, inmiddels 11:30. En wat is het plan, jongens? Tijd om op te ruimen het nestje in te gaan. En lekker het nestje te zoeken. Aardig kapot, of niet? We gaan een lekker vogelnestje bouwen. Helemaal kapot. De stretch is hier zo gezet. Leuk, even de waardevolle spullen in de bus. Busje op slot. En we hebben nog een beetje wat op te ruimen. Maar goed, we zijn allemaal kapot. We zijn niet meer voor uit te branden. Ik heb echt geen idee hoe laat het is. Ik wil echt in komen. Maar opeens een volle run. Recht hengel op de bollen. Een hot tuna. Waar ik lood kwijt raak. Ja. Het zou de wegen, kilootje of 9 of 10. Ik denk 10. Kijk man. Die chitten die is gewoon niet wakker te krijgen. Het is 3 uur 's nachts. Nog steeds 24 graden en de eerste Franse vis van 2022 van DV Visteam. Dat is altijd een extra goed gevoel. De reel ging best wel makkelijk. Voor de kant een beetje vechten.
En ja, hier op de mat doet het opeens wild. Snap ik op zich ook wel met zulke temperaturen. Ik heb deze vanuit de boot uitgevaren. Diepte van 5,8 meter. Het diepste stuk wat ik kon vinden. Met dus het mixie wat ik heb erbij heb gevoerd. Met tijgers, gekruste boeien. Pellets, wat grondvoer. Dus ja, lekker verspreid gevoerd. Dit is de eerste vis. Dus we opnieuw uitvaren. En dan hopen we nog een vis. Jawel, jawel, jawel. En een hele goede morgen. Lekker krekkertje met pindakaas. We leven weer. We hebben lekker geslapen. Althans, Wietse die leeft nog niet. Die leeft nog steeds te slapen. Chitten van de scheet is wel wakker. Eindelijk wakker jongens. Ik lag echt in een diepe coma vannacht. Jij was niet wakker te krijgen vannacht. Ik heb niks meegekregen. Maar we zijn er weer. Dus helaas niks gevangen. Ik. En Wietse heeft dus een vis gevangen. Dat is mooi. En een brasem. En een brasem, dat is nog mooier. Heeft hij waarschijnlijk niet gefilmd, maar... Nee. Maar wat gaan we doen? Ik denk dat we vandaag voornamelijk alles op orde gaan krijgen. Dus even dengeltjes voorslagen op knopen. Voertjes maken. Ja. En een beetje voorbereiden. Alles een beetje ordenen en opruimen ook in de bus. Vanavond gaan we verkassen naar Stek aan de overkant. En ja, daar gaat het echt los. Ja jongens, naast dat er hard gevist gaat worden, wordt er ook hard gesport. We moeten. Je ziet dat die biceps, die moeten er blijven. Dus, ja, ja. Ook al is het nu al 30 graden, we gaan ervoor. Het is 32 graden en we hebben gewoon al het materiaal meegenomen. Lekker de dikke bicepsstang. Ga even knallen, Wietse ligt in zijn bedje. Huts! Hoppa, nu moet geknald worden. Helemaal zwemmen is interdi, hoor ik. Heerlijk gaat het. Zo, wat jou wil, jongens? Ben je? Ding. Dat zal het wel niet zijn. Hey. Wat is dat? Wietse Venneski. Ja jongens, ik heb een nieuw motortje aangeschaft. Die andere is overheden. Dus er moet even een nieuw rijntje op. En je moet altijd zorgen met het opspoelen van je rijn dat die nat wordt. Dus is goed weer hoor. Rij strak houden. En draai maar. We hebben een plan voor de rest van de week. Dus dat is helemaal geweldig. Wat gaan we doen? We gaan sowieso vannacht en morgennacht naar de overkant. Gaan we twee nachten nog sowieso op het water vissen. Gaan een beetje kijken hoe de vangsten zijn. Morgen gaan we dan ook beginnen met voeren op een ander water. Dat is hier best wel anderhalf uur rijden vandaan, dus best een stuk. Gaan we zelfs twee wateren aanvoeren. En dan is de bedoeling dat we dan die dag daarna en die dag daarna gaan we op dat water vissen. Ideaal voor de Franse trippies, namelijk de powers houden. Een mooie douche die aanstaat op de powerbank en een jerrycan in het water. Ik zal hem eens even demonstreren. Kijk eens. Oh, wat lekker hè. Hey. Oh, wat lekker. Ja, we kennen nu gewoon altijd in Frankrijk. Lekker douchen. Dat is ook lekker verkoelend voor de zon. Lekker de haren wassen. Oh, dit heb ik echt wel gemist de afgelopen jaren. Heerlijk barbecuen. Google voelt niet zo goed, dus we moeten gauw het vlees oppakken. Dus ja, lekker van barbecue op de grilla. Stoppertje. Ja, maar wat hebben we gedaan vandaag? Voor de koelkast. We hebben even primitief nagedacht. We hadden 7,5 kilo bevroren patat gekocht. In de koelkast gegooid en nu wordt het wel enigszins koud. Ja, super snel. Binnen een uurtje hebben we alles ingepakt. Ga snel hè. We gaan de stretchers, de hengels in de boot leggen. Ik ga naar de overkant. De jongens gaan met de bussen met alle spullen ook naar de overkant. Als het goed is, moet de stek vrij zijn. En dan nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mooiere stek, meer ruimte, meer obstakels. Moet helemaal goed. Ja, we steden het TV-visteam omdat er dingen tegen zitten. Zoals elk jaar. Kijk eens even wat hier zit. We hebben Daniel, dat is aan het roeien. Ze kregen de motor op een gegeven moment niet meer aan. Dus ik wilde eigenlijk de stretches, de rotpot, hengels allemaal in één keer naar de overkant doen. Maar nu wordt het dus roeien. En hebben we de stretches toch nog in de bus moeten proppen. Ja, het is geen motor, maar ja, het is maar zo. Ja, het verandert een natuurlijk onderwaterkeuze wel, maar... Het verandert natuurlijk ook weer de plannen voor hierna, maar goed. We moeten er blij mee zijn dat we niet al aan het water stonden om te voeren, want dat was het eerste plan. Ja. Goed, dames en heren, ik heb me echt helemaal kapot geroeid. Maar we zijn er, en de jongens zijn ook aangekomen. En de stek is vrij. Kijk eens, wat een magie. Wat een magie. Rug is die vrij. Ja, man. Ja, dat wel. En we hebben hier echt alle ruimte voor onszelf. Bussen laten we lekker boven staan. We gaan zo meteen even loodjes trekken. Maar zoals je ziet, dit hele stuk onbevist. Kan niemand anders komen.
hebben we ons eigen opgeëist. En we hebben één regel: als we vannacht een 30 vangen of 3 vissen, dan blijven we hier nog een nachtje. Mocht het niet zo uitpakken, dan gaan we vertrekken morgen naar het volgende water. Ja, maar de boot is net verrot gegaan. De motor. Ja, de motor. Dus misschien moeten we een nieuw water kiezen. Dus het zit werken mee. Ja. Maar goed, we gaan er gewoon vanuit dat we hier gaan knallen. Dat we hier gewoon 4 dagen nog kunnen blijven. Nee. Ik weet het niet. Deze. Nee? Wacht. Wietse even eentje laten pakken. Deze. Oké, shit, maak hem nog open. 2. Oh, dit wordt spannend. 1. We zijn het nog. Rekken. Als je de leukjes maakt, ben je dan lul. Zo, de jongens die zijn lekker aan het uitvaren. Chit is hengeltje gedaan. Nu zijn we bezig met Wietse's hengel. Ik heb mijn hengeltjes ook behaast. Ik zal het even laten zien. Vannacht met de boilies gevist. Mocht helaas niet baten. Dus we gaan vandaag met iets heel anders vissen. Particles, pellets, samenvoegd tot een papje. En als haakaas een zwarte tijgenoot met een Scopex tijgenootje. Gesookt in de Scopex. Andere montage, zal ik ook even laten zien, is een zwarte tijgenoot met daarop een XXL muisje. En wat ik ga bijvoeren is, jawel, het lijkt wel alsof ik net na het stappen een broodje deunen heb gegeten, die er zo weer is uitgekomen. Maar dit is een mixje van de Platina Particle Mix. Bestaat uit mais, tijgennootjes, boekweit, hennep en rode mais volgens mij. Scopex pellets, dat heb ik eerst in het warme water even een momentje laten weken. Nou, daardoor krijg je dus een papje. En daarna heb ik de kant-en-klare Platina Particle Mix erin gegooid. Eens even kijken of dat het verschil kan maken. Ik heb de laatste stekkeuze, dus ik vis in het midden. Maar goed, die gasten zijn er al even langs gevaren. Hele mooie stek moet ik zeggen. Verschillende dieptes, wiervelden, maar met hele mooie schone plekken ertussen. Dus als die gasten terug zijn, ga ik even varen. En kijken wat we ervan kunnen maken. Daar zitten ze hoor, iets om even lekker te smeren. Ja, lekker stokbroodje van Wiet. Honger. Lekker noedels van mij. De magen zijn weer gevuld. Wie betaalt, wie bepaalt. En ja, we gaan lekker slapen zo. We zijn moe. Nieuwe stek, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja jongens, jullie zien het. Je mist een hengel. Want wat hebben we hier? Yes jongens. Het is ongelooflijk. 4:15 en de tweede run van de dag. 3:15. 3:15. Het is 3:05. 3:05. 5:05. Ja. Ik had om 1:01. Ik heb een mega harde run. Ik werd niet wakker, dus Daniel die maakte mij wakker. Dat ik voor me Engels aan het slapen ben. Zo moe was ik. Maar hoe heet het? Dus ik pak die vis en ik draai hem eigenlijk meteen binnen. Dus hij was meteen gewoon niet goed gehaakt. Dus dat is wel jammer. Ja? Ah, mooi, precies 9 kilo. Ja. Tweede nacht, tweede vis. 9 kilo'tjes. Goeie drillgachtje, lekker sterk. Maar hij stond nog wel wild in de zak. Dus ook al een vis verspild om 1:01 was het gedaan. Ja. Dus voor, op zich, maar je stekt die geven wat activiteit. Ik heb nog een paar piepen op mijn andere hengel. Dus hopen dat het even doorgaat. Ik word wakker, want ik hoorde een run, dus ik ging hier even kijken. Heb je lopen spelen in bed? Moet je eens kijken, gek. Smerig. Dat draai je zo. Ja. Allemaal slakken of zo. Oh, slakken over mijn arm heen gekropen. Hij heeft wel lopen spelen net in bed. Ja, ik geloof het ook niet. Ik sta achter afgereden. Sowieso even. Hij steekt onze schouders ook. Ja. Hij is toch wel een hele prestatie. Wat is dat je bedoeling? Een hele prestatie. Nee, ik ga mijn bed maar eens even een beetje controleren. Yo Daniel. Zo. Wat ben je aan het doen? Yo mensen, nou kijk eens. Vertel. Hij is gas aan het geven. Wat gebeurt hier nou? Zo pik. Dat hele matje is gevuld, denk ik. Zo. En hij is breed, dikke rug, hè? Hij is fucking breed. 18 en 20 uur. Zo. Zo. Nou. En? Als het goed is, 20 kilo in één streep. 20 kilo in één streep, Wiet? Echt? Ja, what the fuck. Gelijk 40. Monster, hè? De eerste vis. Direct de 40, hè? 20
kilo en een streepje. Kijk eens. Hey, pietje erin. Pietje keiharde fluiten. Zo, nou ik leg hem weer even in de zak. Kromme hengel, zo hij ging hard jongen. In de andere handen, een dikke 40 hè. Prachtig. Mocht het mooi gek. Drie kwartier na het uitvallen. Kijk, wat een bak gek. Eerste openbaar vis van dit jaar in Frankrijk. Hij is best wel oud volgens mij. En we wouden hem eerst zakken, maar ja, het is op zich nog wel redelijk warm. En ja, die vis, hij was gewoon te groot voor in de mat en voor in de sling. Dus we dachten toch maar, we gaan hem even op de gevoelige plaats zetten. Jongens, dit is prachtig. Kijk eens even, Wietse heeft dit zelf gedaan. Mag je zo lekker opruimen. Zoiets, ben lekker nat. Wat heb je gedaan? Ik denk, het is bijna binnen. Er zit echt een dikke tak voor de kant. Dan zit het daar vast. Rij moet knippen, helemaal tot hier in het water. En nou is het mega koud. Ah joh, maar laat hem even zien. Laat hem even zien. Kijk, een mooie toet en schub. In hetzelfde formaat. Kieltje op 10 denk ik. 9 à 10. Op zich blij mee. Harde run jongen. Harde trill. Ja, die staat op film, weet je. Ja, terwijl we met Daan bezig waren. Met die 40. Dus ja joh, ga lekker zitten. Ik heb deze oprecht. Ja, Daan, hoe laat was het? Dat was 4 uur terug. Ja, 4 uur. Ik denk 5,5, 5 of zo ging niet af. Ja, ziek. Dus niet gewoon gepikt. Oh ja. Nou, we moesten hem even onderbreken, de 40. Hè. Hier is hij nog even één keer, dan mag hij zwemmen. Ah. Wat een bak, hè? Ja, wat een bak. Wat twee keer. Het is echt niet normaal. Zo, en, die torso van jou die klapt er ook wel uit, hè? Zo. Dat is wel, hoor. Het is 4:15, dikke rug en we gaan gewoon lekker met hem mee zwemmen. En je telefoon? Nee. Zwemmen, het is 4:30. Ja. Hij is echt gek. Hij zwemt er voorbij, die gek. Nou, 4:30. De duik is genomen. Ik kan hem ook wel lekker shotten. Hij mag open. Ah, ik ga al de rillingen van als ik zie. Nou, het is wel een hectisch nachtje. Koud. Het is echt een hectisch nachtje, maar we draaien tenminste. En tweede nacht, twee shotjes gelijk. Wat betekent dat? Ja, het zit nog nul vis. Ja, 40 hè, twee shotjes. Allemaal, dus gaan we. Oh, dat klinkt lekker. Zo in één keer. Nou, ik zei al tegen Wietse, koop even lekkere shotjes. Nou, is gewoon lekker. Oh. Nog één. Ja, er waren al twee slokken. Nog. Shit, wat is er gebeurd? Nou, we waren lekker druk die vis aan het filmen. Ze komt terug zonder swinger en mijn pieper aan. En mijn zuinerbox lag nog hier, dus ik heb niks gehoord. Dus, zo. We hopen dat er nog wat aan zit. We gaan even de boot omvaren. En ja, gelukkig vis je vis fire. Maar ja, dit is in alle hectiek denk je hier niet aan. Je hebt toch een bak? Dat is niet normaal, hij is helemaal druk. Ga in het water zo. Nee. Ik ga hem jullie even heel graag laten zien. Ik ben er echt super trots op. Oh, wat een bak. En met je water denk ik. Zo dan hè. Apenshirtje. Hiervoor komen we naar het mooie Franse land. Ah, jongens, je ziet het goed en helemaal eraf. De rotpot. En hier is die. Ik had een aanbeet. Daar zo. Op die linkerpunt van het eiland. Nou, best wel een goede drill. Zon die vissen hier zo in het midden ergens vast. Ik met de boot naartoe. Er zat een muur vast. Dus hoe meer ik ging trekken. Ja, hij was waarschijnlijk om een scherpe steen. Toen was de voorslag doorgescheurd. Gebroken. Grote zoiets. Tweede vis verspeeld vannacht. Vierde run van mij in totaal. Wel erg goed. Maar en er sprong net een vis op een andere stek, dus misschien gaat die nog wel. Hij is ook nu zijn bellen aan het blazen, dat betekent meestal goed. Hij is best wel diep wild, hè? Oh, ik zie hem al. Dat valt mij. Ik heb zo weinig sapen. Thank you.
mijn derde van de nacht. Mooie vis. Ik denk dat het grootste is tot nu toe bij mij. En hij was mega sterk in dat helder water. Dat is toch genieten. Op de Holtuna kwam die, enkele bol. Dus op zo'n geinig. Eén hengel vis met Holtuna, ander met tijgers. Kreeg omste beurt geen runs vannacht. Dus dat is op zich mooi. Hij is lekker rustig nu. Hij heeft zich goed uitgezogen tijdens de drill. En een fotootje mag hij weer terug. Oh, ja. Hoppa. Hoppa, hoppa. Hoppa. Zo, hoe lang lag je in? Half uurtje zo? Jongens, jullie zien het. Ik zit heerlijk in het bootje. En wie heb ik hier achter mij? Het is, jawel, Piet van de Schemer en ik kom het op. Ja jongens, zoals al vaker deze trip. Gaat het gaat weg hier? Gaat een raket. Het hier ook wel. Gewoon 36 graden en hij gaat gewoon af. You know? Ja, ik spouw van die vis. Het bleef zo diep. Hij trok ons gewoon mee. Het is echt een goede vis. Schiet de hakels, jongen. Hij zal weer zo'n kapotte bek hebben. Die Frans die kunnen natuurlijk niet vissen. Dat meen je niet, jongen. Ja, wie het? Die curve shankies, hè? Altijd zo. Ja, ik ben niet gaar mee. Derde vis die ik verspil. Oké. Okay. Hey. Ja, pak die kaart. Pak die telefoon. Dan luister je. Hij is leuk. Hoppa, chaos. Gekke huis. Ik film met twee dingen. Hey, het raarste shot dat jullie hebben gezien is dat ik een run kreeg. Dat ik met Chitke de boter ging om een vis te drillen. Gelukkig zat hij vast, maar kreeg hem los. Mooie spiegel, 11 kilo, hij ligt in de zin. Gaan we snel even terug op de stack. Ik heb een heel emmertje voor met gebleken perits. Tijgenoten. Halve bollen. En wat hele bollen en tijgenoten. Die gooi ik op. Dat is denk ik 2-3 kilo. En ik ga best wat bollen voeren. Heel verspreid over de voerstrook. Ik heb eigenlijk heel de ochtend vissen zien springen. Chit en Daan hebben het ook gezien. Dus die vis die zoekt gewoon dat rustige gedeelte van het water op. Denk bij mee. Maar mijn laatste vis die ik had, daar was de bol een beetje aangeknaagd. Zit tot het kreefjes. Ik heb een hardwander opgedaan. En een snowmannetje. Met de Mulberry pop-up. Tijgenotenkoop.nl. En een hardwand. Dan heb je toch maar iets meer vertrouwen. Dat je hem langere tijd kan laten liggen zonder dat je aas afgevreten wordt. Dus ik ga deze op bevestigen. Ga ik hem uitvaren samen met Daniel. En dan hopen dat hij weer afgaat. Want deze ging binnen een uur af. Helemaal top. Hij gaat hem sowieso laten vallen. Snel. Ja, maar. Ik moet dat hele binnen zit in ieder geval. Kijk. Zo. Ga hem een beetje vassen. Ja, mooie vis jongens. 11 kilo. Komt de Holtuna, hè. Echt bizar sterk. Ik heb in jaren niet zo'n sterke vis gehad. Ik zal even draaien, misschien is dat beter. Ik denk dat het wel beter is, omdat het dan wat rustiger is. Oké. Lekker hoor. Het is toch genieten. Mooie vis ouwe, mooi donker. Ja, jongens, je ziet het, ik zit hier met Chit in de boot. Ja. We zijn even stek aan het zoeken. Het is hier alweer 6,3. Oh, en dan gaat hij hier omhoog. Ja, mooi naar de 5,8. Ik ga die uitlopen. Ik ga je de uitlopen. Ik moet hem eigenlijk op het kopje van de uitlopen leggen. Kijk, het gaat 5,7. Zo, het gaat hier omhoog zelfs. Jongens, eigenlijk een beetje rust op de stek. Lekker een boeken lezen. En een bakje koffie nemen. Ik ben nog aardig moe van vannacht. Van al die aanbeet. Maar goed, het is nu al even een uurtje, anderhalf uur stil. Ik heb mijn ringkeng op een nieuw plekje gerecht. Kijk hoor, dat is hier zo bij deze marker. Dus helemaal top. Hey, Meister. Hoi, hoi. Staat hij er weer, hè? Yes, we zijn weer bezig. Kromme hengel. Ook nog rust krijgen. Ah! Nee. Als hij nou weer los is, word ik gek. Is het los? Nee. Weer, hè? Godverdomme. Zeker die curve shanks. Jongens, het is ongelooflijk iets gespeeld met de vis. Daniel komt aan het drillen en hij zegt dat het dik is, want hij blijft lekker laag en traag. Windje op de kant en opeens de... Hij is geen één keer door de slipper. Aanbeet, kom weer. Hij is geen één keer door de slipper. Wat gebeurt er dan? Zo, het is echt koud nog goed. Jij hebt echt een gouden pik, hè? Nee. Dat is echt niet normaal. Zo! Ja, hij is... Misschien wel de grootste vis is. Zo! Zo. Hij is echt fucking dik. Zo! Zo! Snel, snel, snel. Zo! Misschien is het wel 60. Nee. Zo. 47 wel. Oh mijn god. Oh mijn god. Oh mijn god. Zo. Oh my god. Ja, zo. 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 Zo
Zo! Zo! Lekker, jongen. Kom eens, Buffy. Oh, joh! Zo! Zo! Oh, dit joh. Is echt een... Zo! Kijk die rust! Zo! Zo! Dit is gewoon 28 kilo of zo. Godverdomme! Dat is echt niet normaal, jongen. Kijk, hè? Afgebroken, hè? Het is de tweede run, het is de tweede aanweer. Kijk hoe breed! Wat, joh! Zo! Krijg je hand dus naast? Nou, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Ja, de race staat op nul. Ik sta helemaal te trillen, hè? Nat is mat. Het is de mat is nat. Ik heb nog nooit zo'n grote vis. Dit is echt, ik heb nog nooit zo'n brede vis gezien. God. Onthaak hem even. Het is een handtas. Het is erg een puffel, hè? Past hij erin? Ja, hij past erin, man. Net aan. Nou, dames en heren, we hebben hem. Ik had de schep net even in de zee gedaan. Ja. Oké, nou we hebben net de mat van de wees al afgehaald. Hij staat nu goed ingesteld. Kom maar. Waarschijnlijk nieuw peer. Daar gaan we dan. Ja hoor. 23,8. Voor mij. Of misschien wel 24. Volgens mij 24. Nu stil houden. Ja, net niet. 23,8. 23,8. Ah, ziek! 23,8. Hey, maatje! Oh, lekker! Nieuw PR! Hey, hey, hey. Nieuw PR voor mij, maar ook een nieuw PR voor heel de Vis Team. De oude PR stond op 23 kilo. En hier hebben we 23,8 kilo. Jezus. Voorbij hem niet vasthouden normaal. Kijk eens. Wat een bak. Hij is hoog, gek. Wat een bak. Oh mijn god, al dat kleine hengeltje op de grond hier. What the fuck? Overdag. Eerste vis, 20,2. Tweede vis, 23,8. Zo, lekker man. Doe even de andere kant. Kijk eens. Kijk die buik, gek. En hij is breed. Het is niet normaal. Het heeft maar een jaartje geduurd voor het nieuwe PR. Maar wie had dat gedacht? Op de Ronnie rig. Witte van hier, pup. 18 mm van tijgenotenkoop.nl. Wat een fucking monster, hè? Nou jongens, je weet het. Wat een VB betekent, dus ik heb alvast een lekker emmertje gevuld voor de radio. En een dubbele shot. Ja, dat zit allemaal tijgen. Wat ik nog eens. B betekent. En met je wat. Zo, voor mij dan. Lekker, hè? Wat een bak. Gewoon een lekker emmertje. Zo'n grote vis en gewoon nog helemaal puntgraaf. Het is tijd dat hij weer gaat zwemmen. De pomp, UPR, ik ben er fucking blij mee. Hij mag gaan zwemmen, ja? Ja. Zo, echt breed. Niet normaal. Oké, nou mensen zeggen altijd, Daan, wat een armoe, die spullen van jou. Klopt in de meeste gevallen ook. En je moet altijd dikke spullen hebben om dikke vissen te kunnen vangen. Ik ga je laten zien, hè. Het hengeltoppie. Het laatste oogie is helemaal kapot. Ja, dat hij kapot is gegaan, dat verbaast mij zelf ook. Dit molentje, een snoekmolentje. Er zit zo'n bespeling. Nou, die kun je ieder ogenblik afbreken. Misschien nog wat ergste. Deze hengel. Die is hier al afgebroken. Ik kan deze gewoon nog erop schuiven. Maar die vis die was zo dik, die kon gewoon amper vechten, joh. Dat was niet normaal. Hij is niet door de slip gegaan. Hij is amper door de slip gegaan. Maar ik voelde het gelijk, hij bleef lekker traag op de bodem. Beetje naar links, naar rechts. Het duurde echt super lang voordat we hem zagen. En ja, toen ik hem eenmaal zag, toen begon ik te trillen. Ik denk, als hij nou breekt, dan raak ik echt heel mijn spullen kapot. Ja, niet gebeurd gelukkig. Nieuw PR, ik ben zo fucking blij. Ik heb in tijden niet staan trillen van de vis. Maar nou, woe, wel van vrouwen, toch? Hé, hey, wat zeg je? Van vrouwen trillen wel eens, toch? Ja, die laat ik altijd trillen als het moet. Jongens, het voertje is gemaakt. Ik ga mijn stek weer aanvoeren. Ik heb vanochtend maar één klein visje gevangen, dus dat is zonde. Dus ik ga het nu even iets anders aanpakken. Ik ga twee hengels leggen op de strook waar ik gisteren heb gevangen. En ik ga ook iets anders voeren. Zoals jullie zien, ik heb een 5 kilo zak vers gekookte tijgenoten in deze emmer gedaan. En dat is echt zo top. Je kan het gewoon bestellen. De volgende dag staat het gewoon voor je deur. Je weet precies dat het 5 kilo is. En je gooit het zo op in een emmer en je kan gaan voeren. Niks, geen koken. Perfect voor Frankrijk. En ja, daar heb ik dus heel veel pellets doorheen gedaan met heel veel water gemengd. Flavor doorheen gedaan, zodat je echt een pakje krijgt. En door dat pakje heen zitten dus allemaal tijgenoten. Het ziet er niet uit, maar die vis...
gaan smullen. Wat een mooie schep hebben we ook. Ja, zeker, zeker. Trommel, trommel, trommel. Wat zit er in het koelkastje voor sop? Lekker, een beetje onderin, links. Hij is wel lekker koud. Daar is hij dan. Hij is lekker koud. Hoppa! Bartender Daniel. Woehoe! Nou, toch weer een dikke 40, hè. Bijna 50, hè. Dat betekent 3 soortjes. Gelukkig net niet. Ben ik toch wel blij mee. God, nou, dikke, hier heb ik echt weinig zin in. Maar hij is tenminste wel koud. Ja, fles is leeg, 2 vissen. Gek zat. Gadverdamme. Ik zei nog tegen Wietse, koop even een keer wat anders. Zeker, joh. Nee. Smaak naar banaantjes. Ja. Apenkoppen. Jij hebt wel vaker bananen in je mond, hè? Nee. Zo, jongen. Doe even blauwe duimpjes omhoog voor de nieuwe lens. Ja. Mooie kwaliteit. Nog eentje, Tieners. Hard is. Nog even eentje. Ik kan nog een hele goed. Nee, ja, dat telt niet. Ja, niet smokkelen, jongen. Lekker. Ja, daar staat hij, hoor. Ja, jongens. Het is niet normaal. Ik zeg echt 3 minuten reden. Ik zeg... Ik denk dat mijn rechterhengel straks afgaat. De laatste keer deze hengel, zag ik mijn chit in de boot, speelde ik hem echt voor de kant. Oh, hij is al sterk. En toen hebben we uit de boot teruggerecht, een beetje bollen bijgevoerd op de tijgers. En dat is denk ik 2 uur reden en nu gaat hij weer. Ja, echt mijn 4e of 5e run overdag, bizar. Dus ja, ik hoop echt dat hij blijft hangen. Maar ja, we gaan het zien. Okay. Nou jongens, ik kan beter in de Westland kunnen blijven. Een onvervalste Westlandse knol. Maatje 6-7 kilo die heb ik al vaak zat gevangen. Maar ja, op zich mooi, het windje blijft aan. De runs van mij blijven overdag komen. Maar die dikzak die zit er nog niet bij. Al heb ik wel het vermoeden dat ik 1 heb verspild. Dat is wel kloten. Mijn 7 of 8 van deze stek eigenlijk. Dus bij mij loopt het wel. Ze hebben het voer goed te pakken. En dan weer terug. Sterk visie, maar niet het formaat waar ik voor op het gewacht. Alweer. Ja joh. Echt, we komen nergens meer naartoe. Ik was een nieuw voortje aan het maken en nu ging mijn derde hengel af, die ik vandaag een stekje heb gegeven. De enige hengel die ik vannacht heb gebrengd en die gaat dus ook af. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Alles kan kapot! Hij zat even door mijn mark heen, die daar is, maar toch is hij eruit. Ja, kilo's of 11 denk ik hoor. Hij reek in het water mee. Klopt. Breed hoor. Ja, hij heeft een dikke rug. Kijk, het lijkt een beetje op jou, draai eens om. Hij is fucking met je. Kijk, een dikke rug en daar nog één. Ik kom niet eens naartoe aan een biertje drinken. Ik heb dorst. Ah, deze man. Wat een grote bek. Zo meteen schiet hij toch los, jongen. Los. Yo, ik vang vannacht wel even 1,40 en dan. Oh. Jos gaat bos en dos. De wollebak los. Kom. Hij is echt wel dik. Trek hem. Hij is echt wel mooi. Ja. Hij heeft een dikke pens. Hij is echt wel dik hoor. Ja, lekker. Ja, lekker. Zo, hè. Gaat kijken. Eigenlijk een beetje een mooie vis. Zo. Ja, ja. Lekker. 14-15 kilo denk ik hoor. Lekker. Zo. Ja, Zo. Oké. Ja, dit is hem. Kossel.